Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, HVB, heeft vandaag aan journalisten meegedeeld dat de partij het hoofd zal buigen voor recht en wet. Dit zegt hij naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie in hoger beroep. Sapoen en Deepak Kumar Chitan moeten beiden hun zetels inleveren. Assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons mag hen niet uitnodigen voor vergaderingen. Sapoen heeft de officiële informatie nog niet gekregen van zijn advocaat Naila van Dijk, maar benadrukt dat de democratie en rechtsstaat belangrijk zijn voor de HVB. En twee, en dat moet u goed weten en onthouden. Meneer Sapoen en al de mensen van HVB zijn onder alle omstandigheden voorstanders van democratie en rechtsstaat. En ik wil niet voor mijn beurt praten natuurlijk, maar wanneer het zo mocht zijn dat uiteindelijk in hoogste instantie de rechter heeft gesproken, zullen wij ons daarbij neerleggen, omdat de missie die we ons hebben opgelegd als HVB vanaf 2015 een parlementaire of twee parlementaire of drie parlementaire zetels overstijgt. We hebben het over broodnodige hervormingen die nodig waren in de partij van waar we komen. En nu hebben we onze scope zodanig verbreed dat die hervormingen over het totaal politieke en economisch landschap van Suriname gaan moeten komen. En daar zullen we als HVB altijd onze bijdrage in leveren. Yes! In plaats van Sapoen moet Barkat Mohab Ali van de VHP als vertegenwoordiger toegelaten worden. De zetel van Chitan zal naar Prem Sarju van de NPS gaan. Sapoen is ervan overtuigd dat hij zijn zetel bij de komende verkiezingen weer terugkrijgt. Zoals het er naar uitziet, de voters in Wanica hebben een beroep op me gedaan om wederom een plaats te bemachtigen in de top 7 van Wanica. En dat is dus iets dat binnenkort over 2 weken zal gebeuren. Raymond Sapoen, politiek leider van de HVB, vandaag tegenover journalisten. Het Hof van Justitie heeft in hoger beroep beslist dat Sapoen en Chitan hun zetels terug moeten geven.